nieuwe editie van Kink. Kink op de week. Gisteravond was ik bij het Gouden Televisiering Gala. En tijdens die show was er een optreden van René Vroeger en Donnie. Twee namen die je zeker niet terug gaat horen in de Kink 1500. Maar in hun nummer zat de zin: wie heeft er misschien wel op de set een jonko geklapt? Heel de zaal klapte vrolijk mee, hè? Want zo'n uitreiking is af en toe net een groot trosmuziekfeest in Carré. En ik kon mijn oren en ogen haast niet geloven. 25 jaar geleden deed ik namelijk niks liever dan jointjes draaien. Maar in 1997 was dit onmogelijk. Dat jaar was In Naaie Dai van De Kast een grote hit. Ik kan me niet voorstellen dat Siep van der Ploeg toen iets gezongen had als we liggen in bed met een pret sigaret. En dat de titel was aangepast naar In Naaie Draaien. En op de terugweg las ik dat president Biden de eerste stappen zet om wiet min of meer te legaliseren. En hij roept staten op om mensen die in de gevangenis zitten wegens het bezit van een kleine hoeveelheid wiet vrij te laten, omdat het zoveel levens al heeft ontwricht. Want over het algemeen zijn het jonge zwarte mannen die vastzitten. En is de hoeveelheid waar ze voor zitten vaak zo klein dat je er nog niet eens dag 2 van een festival mee haalt. En legalisatie is goed nieuws, hè, voor Amerikanen. Biden kan namelijk best wel warrig zijn af en toe. En als je dan zelf gebloot hebt, dan is hij prima te volgen. Trump zou zoiets nooit gedaan hebben. Wat jammer is, want die liet voor het Witte Huis wel enorme partijen fastfood aanrukken. En dan zich perfect voor als je stoned bent. Volgens het gezegde is een tevreden roker geen onruststoker. En dat klopt. Als je flink hebt zitten blowen, dan ga je daarna niet op zoek naar ruzie. Dan ga je op zoek naar M&M's. Het lijkt erop dat Amerika de war on drugs na 40 jaar eindelijk stopt. 40 jaar lang is er onevenredig veel geld naar opsporing en vervolging gegaan. Terwijl al lang duidelijk is dat het verstandiger is om te investeren in voorlichting en verslavingszorg. Mensen gaan hoe dan ook drugs gebruiken. Dan kan je beter zorgen dat het op een veilige manier gebeurt en dat criminelen er niet rijk van worden en voorkomen dat mensen zichzelf erin verliezen. En als dat toch gebeurt, dat je ze dan helpt om zichzelf weer terug te vinden. De meeste partijen in Nederland willen daarom cannabis ook min of meer legaliseren. Al zijn er natuurlijk uitzonderingen. Tegenstanders zijn bijvoorbeeld ChristenUnie en het CDA. Nou, en van het CDA snap ik dat wel. Die hebben een grote katholieke achterban. Die vermaken zich liever met miswijn en koorknaapjes. Wie ook valikant tegen zijn, zijn de mannen van de SGP. De partij die de liefde voor Jezus perfect weet te combineren met de haat voor moslims. Een soort strenggelovige PVV. De PVV is ook tegen drugs. Zij zijn niet tegen alles, dus dat is niet zo'n verrassing. Maar je zou denken dat juist Geert Wilders, de man die wegens de strenge beveiliging niet zomaar de deur uit kan, graag even een jointje zou draaien. Misschien zit daar ook het probleem, bij het draaien. Kijk, een vloedje is wit. Dat vindt hij prima. Maar de wiet is groen en plantaardig. Daar heeft hij niks mee. En de tabak is bruin. Nou vindt hij bruin een mooie kleur, maar alleen voor hemden. Over bruinhemden gesproken, ook Ja 21 is tegen. En wil zelfs actief inzetten op patsercontroles. En inzetten op het opsporen, controleren en innemen van onverklaarbare luxegoederen. En naming en shaming. Wat Ja 21 hiermee bedoeld is: we willen graag Marokkanen en donkere mannen op elk moment kunnen controleren, arresteren en aan de schandpaal nagelen. Precies datgene dus waar de VS nou eindelijk mee wil gaan stoppen. Als de VS kan legaliseren, kunnen wij het ook. Het wordt tijd om drugs uit de criminaliteit te halen. Het is tijd voor In Naaie Dai.